Oh, gast. Oh, 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 oh. Holy shit! Wat een kanon, joh! We gaan zijn auto verplaatsen, want hij gooide net pizza op mijn auto, maar wij gaan nu zijn auto verplaatsen. Maar ik heb de sleutels hier! Dat denk jij. Ja, wie denk jij? Misschien zit Marcel wel in controle. Yo mensen, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag zit ik alweer gelijk in de auto, want ik ben zoals altijd een beetje aan de late kant. Ik had om 10 uur afgesproken om te sporten. En ik denk dat als ik nu een beetje tempo maak, ik er om 9:55 kan zijn, zoiets. Maar goed, ik ga dus nu even snel doorrijden. Ik ga vandaag sporten samen met Niek. En ik ga vanmiddag iets heel erg leuks doen, maar dat ga ik jullie zo vertellen. Dus ik ga nu eerst snel naar de sportschool. Let's go! Ja, volgens mij niet, maar... Volgens mij heet dat achter de school toe, want dan gaat iedereen allemaal gekken. Hé, hey, joppie! Ben ik te laat? Nee, hè? Nee, nee. Wij wel. Nou, weet ik niet. Wacht even, een moment. 1 over. Maar dat... Ga maar gewoon weer weg. Hop, 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 hop. 9, kom maar eentje. Makkelijk. En kom maar duw. Hoppa. Lekker, joh. Mijn moeder zegt dat ik geen kont heb, dat ik katetjes heb. Nou, dat wil je niet. Niemand wil katetjes. Nee. En kom maar duw. 9, kom maar, laatste vriend. Hoppa, gaan we. En op, ah, goed zo, jongen. Fuck. Kijk, Jopie, dit is trainen. Beuken. Mijn beentjes. En we gaan straks ook nog naar het trampolinepark. Ja. Straks gaan we dus ook nog naar het trampolinepark met Boas, Jade en Gio. Maar als we nu al die benen zo aan het trainen zijn, nee, wordt het wel echt lastig straks, hoor. Ik denk straks gewoon helemaal niks meer. Dat denk ik ook niet. Dat wordt wat. Dat we straks gewoon een broodje kip gaan halen weer. Ja? Kom op, echt. Kom op. Kijk, Hidde heeft dus op de sportschool ook nog zo'n lijp ding. Dit kan je dus, ja, waar zit, zeg maar, ben je dan, als je dit kan, helemaal naar boven, ben je dan echt een beer? Nou, dat vind ik dan wel weer meevallen. Maar het is wel, er zijn niet veel mensen die het kunnen, dat is het gewoon meer. Kijk hem gaan, hé. Helemaal de top. Joehoe. En? Oh, en ook weer terug. Is dit een soort van subtiele flex, zeg maar? Oh, oké. Ik ben bang dat ik eruit glij. Ja, dat kan ook. Je moet wel dat in dat gaatje steken, hè? Gewoon in dat gaatje prikken. Oh, nee, maat. Maar ik nee. Dit is heftig, hè? Ik kom normaal gesproken ook niet het gaatje. Nee. Later. Oké, heren. We gaan Vincent laten kotsen. Ja, ik denk dat ik die jongen in... Vier minuten, waarschijnlijk sprintend zo ergens naar Spanje kan krijgen. We gaan het proberen. Ja, toch? Maar wie gaat, ga jij de tijd behouden, niet? Ja, ik ga timen. Kijk, het is heel simpel. Ik zet zo meteen één nummer aan van precies 4 minuten. Jij gaat gewoon luisteren naar dat nummer. Jij gaat doen wat er gezegd wordt. En als je er klaar bent, dan gaan we gewoon kijken hoe het ervoor staat. Kom, we gaan even laten zien. Ik moet nog wel een broodje kunnen eten straks, niet. En we moeten nog naar het trampolinepark. 3, 2, 1, go! Oké, ja, kom op! Ja! Wat een materiaal, joh! Wat is dat weer voor materiaal? Good! Ga je kotsen? Nee, niet over lullen, kom door! Sowieso, 3, 2, 1, go! Kom op, jongen, schud me ervan af, kom op, jongen! Kom op, Vincent, wat is het nou? Hard bonk in mijn maag. Vince, een half uur later. Drink maar even wat. Oh, dit is vanuit Heemskerk. Je loopt ook echt moeilijk, hè? Ja, ik loop. Maar jij hebt nog die interval gedaan. Holy fuck. Ik kan echt niet meer, jongen. Ik zat, jongens en meisjes, ik zweer het. Het scheelde echt dit. Of ik had gekotst. Zo auto, toch? Ik was... Nee, het scheelde echt zo weinig of ik had gekotst. Het is echt niet normaal. Maar goed, als we straks ook nog moeten springen, Jopie. Hey. Ja, maar dan is die wisselijkheid gezakt en dan
Maar die beentjes, kijk, als je nog steeds zo blijft lopen de hele dag. Ja, maar is wel van gisteravond. Hé, hey, kijk eens. Hé, hey, die is mooi. Ga jij maar rijden, want ik kan niet rijden. Hé, je hebt mooie velgen, vat me nu op. Zo, lekker een broodje eten en kijk eens naar wie we kijken. Gio zegt nou in zijn vlog dat ik die vlog ga editen. Dus waar vlogt Gio over? Over dat hij zijn vlog gaat editen. Waar we zijn nu een broodje aan het eten. Ja, dat komt straks hierheen. En dan gaan we naar Amersfoort. En jij gaat rijden, toch? Ik ga rijden. Zal ik dan de DJ spelen? Jij bent de DJ. Dan ga ik rijden. En dan stoppen we Jan in de achterbak. Met een blinddoek op de kop. Dat vind ik echt een goed idee. Waarom? Wat doe jij opeens bij mij? Ja, dat weet ik ook niet. Wil je ook mee? Nou. Goed, we hadden eigenlijk bedacht dat jij in de achterbak ging. Maar dat is oké. Dat ben ik gewend. Met een blinddoek op. De auto open dan. Oh ja, dat is wel handig. Oh ja. En Jade, die zit trouwens op turnen. Of die zat op turnen. Dus zij zegt tegen mij, ik wil een keertje mee, want ik heb op turnen gezeten. Dus ik kan allemaal backflips doen. Nee. Ik ga even kijken wat ik nog heb. Ja, we verwachten wat van je. Jade, je wilt uitstappen. Je wilt uitstappen gaan, nou, we staan op de vluchtstrook. We staan op de snelweg. We staan op de vluchtstrook. Stap maar uit. Dat thuis, hè? Stap maar uit. Ik maak er een grapje over. Wat zei ik eigenlijk? Ik zei niet eens iets bijzonders. Ze zei, ik wil uitstappen. Ja, toen zei je wil uitstappen. Wow! Wow, deze auto is echt sloom. Zo, wij zijn aangekomen in Amersfoort en moet je eens kijken wat hier staat. Oh, dit is voor gehandicapten. Oh, staat Boas daar ook? Daar mogen wij toch staan? Staat Boas er nou op de gehandicaptenplaat? Volgens mij wel. Hallo! Ewa. Hoe is het? Goed. Er zit vogelpoep op je auto. Ja, klopt. En krassen. Nee, dat komt door de vogelpoep. Hé hey, jongens! Hé! Hey. Kijk. Kijk. Dit? Ja. Naar de overkant. Naar de overkant, maar je moet hem dus rennend. Gewoon rennend doen. Dat kan ik niet hoor. Wacht, ik ga hier staan. Kom maar Jopie. Oh, nog een keer. Oh, shit. Zo gaat hij. Hey, Vincent. Van hier rollen er overheen. Dus wat je doet, je gaat zo. Oh, is dat een nieuwe challenge? Die eet gewoon vlees. Zo. Ik zag hem echt terugkomen. Ja, maar jij lacht nu wel, maar jij moet nog, hè? Oh, gast. Oh, Vincent. Ja, bijna goed, man. Bijna. Dit was hem wel, ja. Ik struikelde over dat beginstukje. Oh, wat een kerel. Niek, jij moet nog een keer proberen. Jij bent nu de enige die het nog niet heeft geprobeerd. Lange mensen kunnen het wel makkelijker, hè? Je moet denk ik gewoon heel strak blijven of zo. Dat je gewoon zoals een surfplank eroverheen. Ja, je moet gewoon dit doen. Ja! Ja, dit ziet er super uit. Ja! Hoppakee! Maar weet je het ook niet? Niek is natuurlijk ook heel erg lang, dus Niek gaat echt als een lat eroverheen gewoon. Als een lat? Als een lat! Hey, lekker bezig Timo. Ik heb een leuke uitdaging voor jou. Kijk, in deze area, zo noem je dat, area. Nice. Dan kan je van ding naar ding springen. Dus hier naar beneden en dan daar bovenop komen. Of helemaal van die in een trampoline en dan daar komen. Ja. Maar. Zo, in één sprong. Ja, voor jou de challenge om nu hier erin te springen en dan daar te landen. Ik ga hem eerst voor je voor. Wow. Oké, en nu jij. Nee, nog een keer. Je moet wel op je benen landen, Jopie. Ja, ik moet ze hoog houden. Kom op. Oh, kom niet op. Ja, dan kan jij dat, denk je? Nee, ik kom er niet eens op. Oh, je redt deze al niet. Wacht even, ik ga even terug. Ga eens van die lage, ja, van hier naartoe. Oeh, daar kom je best wel hoog. Oh. Nou, Jaren, probeer eens. Nee, ik kan dat niet. Jawel, Jaren, gewoon vanaf ben hier. Ben ik mijn benen niet als ik hier vanaf spring? Nee joh. Gewoon dan mee. Wat? Maar je moet gewoon een beetje eerst een beetje zelf. Sorry, heb je nou een puistje daar? Oké. Okay. Ga. We filmen je gewoon alleen van die kant. Nee, Jaren, nee. Nee, Jaren, nee. Kom nee. Op. Nee, nee. Oh, wat doe jij nou joh? Oh, shit. Jaren, weet je nog? Dit moet ook wel lekker. Ja, dat is ziek hoor. Ik durf niet. Dat was niet soepel. Nu jij nog één proberen. Kom op. Okay, ik durf het. Gozer. Het is echt raar. Wow, yo. Meestal lukt me dit soort dingen wel, maar het lukt me gewoon niet. Ik vind deze gewoon dus echt heel eng.
Ja, nou, en dat moet je dan doen. En dan dubbel. Ja, maar dan breek ik mijn nek. Nee, dat kan jij wel. Gaat heel goed. Ja, moet ik het voordoen, Jason Vleet? Ja, doe jij het even voor. Bijna te ver door ook nog. Het duurt echt als een turnspeed. Je zit echt zo heel niks. Oké, nu ik. Oh, dat gaat wel dood. Ja, dat ga je dood. Want dan doe je zeg maar anderhalf en dan doe je zo. Doe die van net als zo. Jij bent RS3 fan, hè? Ja, dat zeg je wel. Alleen ik vind wel, ja, dit vind ik iets too much. Ja, dit is veel te heftig. Ik heb dit er nooit op gehad tot 2 weken geleden, omdat hij binnenkort weggaat. Dacht ik, fuck it, ik doe gewoon alles. Oké, maar Boas, start de machine en Niek. Laten we dit helemaal filmen. Nou. Zo. Dit wil je ook wel, Jopie. Ja, dit is wel mooi. Zo! Jij zat net in de RS3, wat vond je ervan? Echt leuk. Ja? Heel leuk. Echt. Wijs, man. Ik ben een beetje rijden, of niet? Niek? Ja? Ja, niet kan beter wel rijden dan Vincent. Nee, helemaal niet. Jij hebt nog een keer ding kapot gemaakt. Weet je nog? En hij heeft mij een keer bijna dood laten gaan. Maar wil je hem laten rijden? De sleutel zit erin, ga maar rijden. Wij gaan even eten halen. Ik ga wel maar, ik hou de toezicht wel. Dan gaan jullie eten halen en dan gaan wij een rondje rijden. Oké, okay, Jopie. Mag ik echt rijden? Je mag rijden. Achterin. Weet jij hoe dit werkt? Ja, ja. Oké. Ik ook wel, maar... Jopie gaat gewoon in de RS3 rijden. Ja, dit is wel goals. Oh, man. Nu merk je echt dat ik gewoon een Audi-man ben. Ik hou gewoon van Audi's. Jopie. Even kinderen gek maken. Kijk uit, hobbeltje. Holy shit. Leuk, hè? Ja, dit is echt leuk. Holy shit! Wat een kanon, joh! Je weet hoe de trappen werken. Oh, je weet hoe ze werken. Hé, hey, dat is leuk. We gaan straks tegen Boas vertellen dat jij gewoon weet hoe ze werken. Ik weet hoe die klappen werken. Echt? Gewoon de prikken weg. Nee, kijk, meestal niet heel veel mensen weten hoe de klappen van Boas werken. Maar hij heeft het mij uitgelegd. Maar jij weet ook hoe ze werken. Dat is leuk, hoor. Ziek is het. Carnaval is het gewoon. Het is carnaval. Hey Gozer! Zo lijp ik. Ik voel gewoon dat ik een Audi-man ben. Serieus? Hij komt te komen. Nee, maar luister. Ik zeg tegen hem, je moet hem heel zachtjes aantikken en dan komen de klappen. In één keer... Helemaal gewoon. Het is echt een machine. Shotgun. Ja, dat is echt lijp. De politie achtervolg is ook dik. Gewoon die politie, die wist gewoon niet waar hij heen moest. Ja. Zo, kijk, we zijn nu bij de kartbaan. En het chillen is, dit zijn elektrische karts. Dus als het goed is, is er geen eentje slomer of eentje sneller. Dus dat is heel nice, dan kan je echt goed weten wie er uiteindelijk de snelste is. Je hoort ze ook helemaal niet. Dat is zo gek, je hoort het helemaal niet. Oh nee. Kijk eens wie er ook is. Giovanni Latoy. Giovanni Latoy. Hey, vorige keer hebben we met z'n allen gekart. En wie had het toen verloren? Vincent Papsen. Hey, ik was echt slecht, maar nu ga ik jullie eruit rijden. A few moments later. Kijk, deze mannen zijn even aan het nabespreken wie er sneller was en wie er slomer was en wie er verloren. Ja, die durft niet. Stom. Maar goed, wij hebben dus net gekart. We hebben 3 heats gedaan en ik was elke keer het snelst. Ja, shit. Ja, jongens. Ja, Boas was de eerste keer het snelst. Oh ja, Boas was de eerste keer het snelst. Yay. Maar het was echt hartstikke leuk. Nee, maar er zit wel vooruitgang in. Kijk, daar kan ik mee door. Ja, dat kan je 20 jaar geleden dat je gedaan hebt. Hij heeft verder week nog gekart. Hij kart hier ook elke week. Wacht even. Jij zit zoveel uren in die race toe thuis. Dat is heel zoveel anders. Uren. Maar goed, wij zijn nu klaar met karten. Ja. En wij gaan nu weer naar een trampolinepark. Ergens in Baarn gaan we weer gewoon springen. Zullen we rijden? Wil jij rijden? Ja, is goed. Ga ik even Ik wil rijden. Ja, dat is logisch. Je hebt net gekart. Gekart, oh. Jij mag volgende keer rijden. Maar ik heb trek. Ik wil wel echt wat eten. Ja, we gaan even wat eten. Kijk dan, jongens. Bij het volgende trampolinepark alweer. En we gaan gewoon lekker nog een keer. Marcel komt er ook zo aan. En we gaan niet meer langs de Mac, maar we gaan hier eventjes wat eten bestellen of hier ergens wat eten. Want ik heb heel veel trek. Kijk, ze blij zijn dan helemaal. Hey, laat eens zien wat ik moet doen. Oh, ja. En eentje overslaan. Wauw, oké. Okay. Succes. Nu ga ik dat proberen. Deze lukte. En nu helemaal in de muur. Ja! Oh! Auw, dat zag heel pijnlijk uit aan je enkel. Oké,
Ja. Ja. Ja, oh. Bijna. Hoe kon je godsnaam bij deze dan? Ja. Dat is lastig hoor. Ja, ik wil dus vanaf deze weer hier op. Maar ja, dat is echt ziek lastig. Ja! 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 Het lukt hem ook gewoon. Ja. Nu jij, Jopie. Nog proberen? Ja. Kom maar weer terug. Jopie, kom maar weer terug. Nog een keer. Dit ding heet toch een trapeze? Of vind ik nog gek? Ja. Het is wel lijp, hoor. Oké, Jopie. Doe een achteruit, zal er achteraan, man. Ik durf niet. Wow! Holy shit! Wat doet hij nou? What the fuck? Zo. Maar niet, ik kan dit niet. Vol op een muil. Kom op, Jade. Nee, maar ik durf niet gelijk een salto. Nee, hoeft ook niet. Ik laat maar gewoon los. Goed vasthouden. Ah! Wat doe je? Laat los. Ja, joh. Ik geef haar een setje en ze houdt gewoon vast. Wat een gek. Wow. Nee, lekker. Bijna een dubbele pik. Maar ik ben bang voor die mensen daar ook. Nee joh, ga. Ik durf het niet, man. Ja, dat, je deed het net ook. Het is heel makkelijk, kom op. Nee, het is echt makkelijk. Ik heb het ook gedaan. Ik kan eens achteruit salto. Ja! Ja. Hé, hey, Jade, en niet eens met snelheid, hè? Kijk eens even wat we hebben. Pizza! Er moet ook gegeten worden, toch, Jopie? We gaan eventjes een grapje uithalen bij Gio. Hij staat daar te springen. Kom. We gaan zijn auto verplaatsen, want hij gooide net pizza op mijn auto, maar wij gaan nu zijn auto verplaatsen. Oké. Okay. We gaan hem niet om het hoekje liggen, ja? Dan zie je hem niet als hij hier... Ja, 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 zet hem hier. Dit is perfect! Dit is perfect! Zet hem hier, zet hem hier. Oké, okay, dit had hij niet zien, dus je hem hier zet. Oké, okay, top. We hebben dus nu zijn auto verplaatst en straks als we weggaan, gaan we zijn reactie filmen. Hij ziet het niet. Hij heeft het niet gezien. Maar goed, wij gaan nu weer even lekker springen en dan zien we straks het eindresultaat. Ga ik het filmen. Oh, ja! Ik heb gewonnen van de jump meneer! Jump meneer. Oh. Lekker gaaf. Ik vind dat Boas gewoon. Wij hebben net Gio's auto, omdat hij pizza heeft gehad. We hebben net de sleutels gepakt en we hebben hem om die hoek daar neergezet, de auto. Dus dan zie ik het niet. Oh, ik ben net in de aanval gegaan. Niek heeft weer gewonnen. Ik ben in de aanval gaan hoor. Oké, hey, tweede poging, kom op. Dan gaan we weer. Ja! Dit wordt nog even een speciale match. Je gooit jezelf erop. Oh, lekker G. Wow, wat doet hij nou? Ik dacht, hij komt hier op die rand gewoon. Gaat ze, alleen op dit ding. En nou. Oh! Ja, ja. Wie lag er eerder? Boas lag eerder. Yes! We gaan weer lekker naar huis. Het is wel mooi geweest voor vandaag. Oh, lekker man, hé. Hey, goed gesprongen. Ja, thanks man. Echt goed gedaan. Ik heb echt weer veel geleerd vandaag. Maar je bent wel echt een klootzak dat je pizza op mijn auto hebt gegooid. Stommerd. Ja, heerlijk. Doei. Hoi. Oké, boys. Hey, waar, hey, wie gaat er een pizza gooien? Je weet dat we hier wat vrienden in de buurt hebben. We hebben gewoon op laten halen. Maar ik heb de sleutels hier. Dat denk jij. Ja, wie denk jij? Misschien zit Marcel wel in het complot. Ik wil het alarm af laten gaan misschien. Gio, zou ik iets leuks vertellen? Nou? Als jij jouw auto start, dan de sleutel eruit haalt, dan kan je rijden totdat je hem uitzet. Ja, dat klopt. Nee, maar wie heeft dit gedaan dan? Ik heb het niet gedaan, Pik. Nee, ik heb het weg laten halen, maar... Ja, dat is het. Heb jij het gedaan? Ja, ik was het zo. Nee, maar even, heb jij het gedaan? Hoe de fuck laat ik het alarm afgaan van mijn auto eigenlijk? Nee, maar wacht, Bo, heb jij het gedaan of niet? Knipperlichten, doe eens knipperlichten. Ik was hier Nee, bij, het is sowieso hoor. Marcel, het is sowieso Marcel. Het is sowieso Marcel. Als je goed kijkt, ik denk dat ik het zie. Je loopt de verkeerde kant op, denk ik, man. Auto! Nee, maar hey, ik ben serieus wel even benieuwd, wie heeft hem weggezet dan? En waar? Ja, Boas die lacht. Ik ben het oprecht niet deze keer. Huh? Normaal behalve stil ik auto's, maar... Ah! Man!
Hé, hey, hij staat hier wel mooi geparkeerd in het licht. Nou, dankjewel, hè. Klopt zo. Hé, doe je? Hé, hey, het is wel echt een geslaagde prank. Hij dacht, wat de fuck is dat ding? Wat zeg je? Volgens mij heb ik al voetbalwedstrijd heb gespeeld. Ja, we hebben veel gedaan vandaag, Joop. Oh, je bent zo'n debiel. Het is maar water, Pink. Oké, okay. Doei, Joop. Laat die Joop, was gezellig. Doei. Doei. Dag. Oh, jongens, meisjes, dames en heren. Ik ben weer thuis. Eindelijk. Ik heb echt een hele leuke dag gehad en ook een heel lange. Ik heb veel gesport. Ik heb gewoon in de ochtend echt getraind, daarna gesprongen, daarna gekart, daarna weer gesprongen. Ik ben kapot. En daarom ga ik ook de vlog afsluiten. Dus vond je het een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.